gewonnen geld. Mijn gewonnen geld is naar de Belastingdienst gegaan. Hey, ik ben Jill. Ik ben Salar. En wij zijn de winnaars van 2021. En 2022. En voor de serie van Terug naar Toen blikken wij terug op onze fragmenten van Big Brother. Yeah. Dat vind ik heel belangrijk. Jill! Ik vind het zo raar om terug te zien. Is dat toch leuk? Ziet er mooi uit. Dan haal ik het datacenter uit en het huis in. Kijk hoe ik eruit zie. Ik had geen koffer, geen jail, niks. Geen halen. Dat is inderdaad spannend. Ook omdat jullie in het huis meer informatie moeten verzamelen. Ja, ik was super zenuwachtig toen ik het huis inging, want ik kwam later het huis in en dat wilde ik absoluut niet. Maar eenmaal toen ik binnen was, vond ik het heel leuk. Ja, toen ik het huis inging, ik was ook bloedzenuwachtig. Ik was eigenlijk, aan de ene kant dacht ik ook van, het maakt me niet uit of ik over 2 of 3 dagen uit ben. Nou ja, eigenlijk wou ik wel langer in zitten dan quarantaine heb gezeten, omdat we hadden in corona. Ja. Het is gelukt. Ik wilde ook minimaal 1 of 2 weken en ja, dat is ook gelukt. Lekker pik. Ik ben dronken. Ik ben zo nice. Ik ben zo nice. Oh, Salar, jongen. Zo nice. Hij is helemaal klaar. Ja, ik vind het heel leuk om het terug te zien, maar... Nice, hè? Heel nice. Heel nice. Ik vind het heel nice. Ik heb ook wel soms, als ik dan dingen terugzie, denk ik echt van... Oh, jee, Jill. Ja. Die pot in je neus had je echt kunnen wegsnuiten. Ja, ofzo. Ja, maar op dat moment denk je, ja, boeien. Je bent er al zo lang. Reality, toch? Ja. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. Je krijgt nog een extra dikke kus en een knuffel van opa Kim. En hij houdt superveel van jou. Verder willen we zeggen dat je het hartstikke goed doet. We zijn super trots op jou. Ja, ik vind het echt heel erg mooi om terug te zien. Ik, op het moment heb ik het ook wel gezien. Alleen nu zie ik... Ik heb mijn seizoen helemaal niet teruggekeken. Niet? Nee, echt niet. Oh. Ik weet niet, ik voel me heel ongemakkelijk als ik mezelf moet terugzien. Dat heb ik altijd. Yeah. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar als ik dan dit zo zie, denk ik van, oh ja, dit heb zij inderdaad zo gezegd. Maar op het moment ging er zoveel emoties door mij heen dat ik niet... Alles meekrijg. Alles meekrijg. Nee, en als ik dit dan zo zie, denk ik van, ja, wauw. Sinds Amy hier is gekomen, uit het niets begon je niet meer naar me te kijken. Je praatte niet meer tegen me. Dat is niet uit het niets. En tenminste, uit het niets in mijn ogen. Dus ik kwam nog naar je toe, hey, gaat het goed en zo, ja, ja, ja. En zo is het een beetje begonnen. En op een gegeven moment keek je me helemaal niet meer aan. Zocht je geen contact met me. Ik probeerde nog naar je aan te kijken. Ja, ik kwam samen met Noël het huis in. En ja, we hadden elkaar beloofd, we gaan niet op elkaar stemmen. We vertrouwen elkaar, et cetera, et cetera. En 2 weken later kwam dus Amy het huis. En die had dus mij op tv al gezien. En die zei, ik ben niet te vertrouwen en bla, 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 bla. En Noël geloofde dat. Dus toen onze band ging uit elkaar, dus verbrak onze band, zeg maar. En de laatste maand was weer van oud. Vertrouwden elkaar weer, veel lachen met elkaar. En, ja. Ik heb een hele leuke vriendschap gewoon met Noël. Ik spreek haar af en toe, ik zie haar af en toe. Dus ik heb het toevallig gisteren nog gezien. Dus ja, heel leuk. Fijn. Wat? Ja, ik kijk hier al ongelooflijk naar uit om nu naar buiten te gaan. Ja? Niet. Komt heel goed. Maar een paar dagen. Ik denk wel een paar zware dagen worden. Na Big Brother hebben we een paar keer contact gehad, inderdaad. Maar het is langzamerhand echt wel verwaterd, het contact met mij en Thomas. Ja, na Big Brother hebben we wel een paar keer afgesproken. Heel gezellig gehad. Maar nee, de vriendschap is niet verder gegaan. We hadden allebei onze eigen leventjes. Maar je bent nu met iemand uit mijn seizoen. Love is in the air. Hoe is het ontstaan? Ja, eigenlijk bij de finale van jou. En toen was het eigenlijk super gezellig tijdens de finale van jullie. En kreeg ik een beetje een band met Leroy. En toen tijdens de finale ben ik gelijk blijven slapen bij Leroy. We hebben geen seks gehad, hoor. Oké, ja, joh. Ik weet nee, van niks. Ik zag jou kijken. En zo is de band eigenlijk voorgezet. Zijn we gaan daten en ondertussen wonen we samen. Leuk. Maar hoe is het met jou in de liefde? Zijn er nog meiden in je DM geslijt? Heb je nog... Ik heb geen liefde gevonden, maar... Hier en daar wel gewoon een lekkere scharrel. Ik hou ook niet van daten, ik date ook niet. Maar ik zie altijd op je Instagram dat je overal wel ergens gaat feesten. Dus ben je eigenlijk in elk schatje een ander... Oh, elk stadje een ander schatje? Mm-hmm. Sorry. Nee, ik ben niet zo. Nee, maar nu denk ik wel, straks zijn geen DM's meer en dan denk ik dat ik een viezerik ben. Krijg je ook naakfoto's?
Jij toch ook? Nou echt, ik schrok daar echt van. Ik heb een keer gewoon een naaktfoto gekregen. Ik heb gezegd dat ik van eierkoeken hield. En toen kreeg ik een piemel door een eierkoek heen. En ik had een keertje een fandag. Het was gewoon met allemaal verschillende mensen die fandags hadden. En toen kreeg ik ook sokken met mijn hoofd erop. En toen zei diegene, maar kijk wat ik ook aan heb. En toen deed hij een stukje van zijn broek naar beneden. Toen had hij een onderbroek met allemaal foto's van mij. Jill. Oeh, wat een moment. Mooi, hè? Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Gewonnen geld. Mijn gewonnen geld is naar de Belastingdienst gegaan. Ja, ik heb gewoon heel veel gefeest, een beetje geïnvesteerd in mijn webshop. En ik heb natuurlijk nog een klein beetje over. Klein groot beetje, dus ja. Nou, ik heb niks meer over. Nee, ik moest mijn opa grotendeels terugbetalen voor mijn opleiding. Ik heb een stukje gedoneerd aan het ziekenhuis. Ik heb een auto gekocht. En het laatste beetje is denk ik echt lang door. Ik heb echt niks meer van het gewone geld. Ik vond het super leuk om het samen te doen. Zeker. Ik zal je weer terugvolgen op Instagram. Ja, we hadden even iets onderling, maar het is alweer gefixt. Nee, ik vond het super leuk. Dit was Terug naar Toen. En we hebben genoten. Ik hoop jullie ook. Ik vond het super leuk. Dankjewel. Thank you. Ja, dat moest even.